Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Homefront The Revolution. We gaan deze radio gebruiken voor de volgende story missie. Het hele gebied is 100% en eigenlijk alles wat ik tot nu toe kon doen is 100%. Ik heb namelijk heel veel even in mijn eigen tijd gespeeld en het was behoorlijk leuk, moet ik zeggen. Ik heb weinig last gehad van FPS drops ook. En het is gewoon echt een hele leuke game om zo te spelen. Ook gewoon alles te liberaten en eigenlijk. Het is echt gewoon heel erg leuk werk. Want er zijn heel veel secret dingen. Er was ook nog een gebouw met allerlei booby traps zelfs. Die was ook behoorlijk fucking vet. Dus dat was echt wel gewoon leuk. Maar ja, dat heb ik dus allemaal niet opgenomen. Dus hebben jullie pech gehad. Maar we gaan verder met de story. En dan moeten we naar het politiebureau toe. En dan kan ik verder dit gebied ook liberaten. Dus een beetje dialect in. Oh, verkeerde afdeling. Kijk, want dit is dus allemaal geliberated. Dat heb ik allemaal gedaan. Alleen dit kon ik nog niet liberaten, omdat ik moest wachten. Zo. Ja, mijn stem is nog naar de tering. Maar omdat ik moest wachten dus op deze missie. Dus we gaan nu naar het politiebureau toe. En dan kan ik daarna die andere dingen hier wel even overnemen. En af en toe heb ik wel FPS drops gehad. Maar op zich viel het heel erg goed mee, naar mijn mening. Daarnaast heb ik heel veel dingen geunlocked en maak qua upgrades en weet ik het allemaal wat, dus dat is super chill. Als ik nu stil blijf staan, dan word ik ook veel minder snel gespot, dus dat is ook heel erg fijn. We hebben meer ammo mee, reload heb ik nog niet dat het sneller gaat, maar kom dan wel. En dit is gewoon cool zoals nu ook, je ziet dus hier allerlei brandjes en protesten en eigenlijk. Het is echt heel erg cool om te zien dat hoe meer dingen je captured, zeg maar. En hoe meer je naar die 100% toewerkt van dat Hearts and Minds, hoe anders de mensen zich in de map gaan gedragen. En dat is behoorlijk fucking cool. Want ik heb echt gewoon een paar... Die man zweeft trouwens. Nou, niet meer. Maar ik heb echt een paar gewoon normale mensen zoals dat. Die collaborators, dus die de Koreanen hun kant kiezen, zeg maar. Die hebben ze gewoon in de straten verrot getrapt en weet ik het allemaal wat. Dat zie je echt gewoon. Dus je ziet echt gewoon wat het doet met de mensen eigenlijk. Dat je dingen overneemt. Dat vond ik echt heel erg goed verwerkt in die game. Dat had ik niet verwacht. Het is gewoon maar een nummertje eigenlijk. Maar nee, echt de mensen gedragen zich anders in de stad. Dat vind ik echt super vet. Er is echt over nagedacht, zeg maar. Oh ja, ik mag hier niet naartoe, hè. Fuck jou. Blow up the fan of explosive break into the police station. Dat is exact hetzelfde verhaal weer. Dat hebben we al eerder gehad. Daarnaast heb ik ook dus allerlei upgrades voor de wapens al. Zoals de crossbow kun je op allerlei manieren customizen. Ik heb een grenade launcher voor de LMG en weet ik dan wat. Maar voor nu... Hij komt naar mij toe. 3, 2... Oh, kut, dat was mis. Kut, sorry. Ik wou het doen zonder dat we gespot zouden worden. Is dat een fucking turret? Dat is een fucking turret. Oké. Die heb ik nog niet eens gezien, maar we staan erboven. Dus fuck dat niet. Oh, heavy meneer. Oké, heavy meneer is neer. We gaan een vrouw healen voordat wij neergaan. We gaan hier weer bewegen. Oké, done. Rennen, rennen, rennen. We moeten hier iets opblazen. Van te laat volgens mij, of niet? Holy crap. Dit is wel fucking vet. Een raar politiebureau, maar... Het is wel nice om te zien. We gaan even... ook explosive dingen heb ik... dit mee. Vond ik wel geweldig. Dat is een beertje. En die ziet er een beetje raar uit zo. Normaal plaats je hem op de grond, neem ik aan. Maar het ziet er wel fucking cool uit. Alleen is dit volgens mij een proximity ding. Dus dat zal wel niet werken, maar misschien als we erop schieten. Nee. Dat is wel spijtig, want dit zijn dus proximity bombs. Dus als nou een van de enemies hier langs loopt, langs dat beertje, dan ontploft die. Wij zullen wel even de normale gebruiken dan. Dat is die. Gooien we die ervoor. Laat het ding nou zweven in de lucht. Ja, dat had ik wel verwacht. Dat is heel typisch voor heel veel games. Oh, geweldig. Ach ja, maakt niet uit. Zulke dingen
Ja, het boeit me niet altijd evenveel. Ik vind het leuk als een game detail heeft en daar kan overal op let. Maar in games zoals dit, waar heel veel dingen toch fout gaan, maakt me niet zo heel veel uit als verder gewoon de game heel erg leuk is. En dat is die game. Dus dan heb ik er niet zo heel veel moeite mee. En dat was het politiebureau. Dat was easy. Nog 4 andere dingen te gaan voor total domination in dit gebied. Ah, wel, nee, nog 3. Want we hebben nou het politiebureau mee. Crawford has the manifest. He's making our IDs. Oh, yeah, mooi. I've scouted out the shipyard. Crawford wasn't shitting us. There are Goliaths there for sure. Oké, okay, dat is goed nieuws. Dan moeten we hebben die Goliath. Come and meet me there when you're all set. Ik ben in principe al helemaal klaar. Volgens mij hebben we, ja, 3 punten zijn er nu nog. Oké. Okay. Die strike dingen zijn heel makkelijk. Deze sowieso, daar zijn we al boven geweest. Hier lag die drone toen boven, toen ik die seeker dingen moest killen. Dat was daar, dus die kunnen we sowieso wel even meenemen. Die 2 die blijven dan even. Maar we gaan dus naar Heather huis toe. We kunnen fast travelen normaal. Maar dat gaan we even niet doen. We gaan hier langs. Die lamp kapot, maar nee, is een alarm trouwens. Het is geen lamp. Ik vind het echt van die dingen wat normaal lampen zijn. Maar je kunt ze natuurlijk voor meerdere dingen gebruiken. Maar dat is echt zo'n mobiele generator met zo'n staaf zomaar waar je wat aan kunt vastknippen. Algemeen zijn dat lampen, maar in dit geval zijn het alarmen. Kijk, maar nou moet je dus hier naar binnen. Nou, dat is moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. Om hier naar binnen te komen en mensen te killen. Oh, dat is een man met shotgun trouwens. Dat is minder fijn. Doe maar even niet. Dank u. Oké, heel even healen voor de man met shotgun naar buiten komt. Net op tijd. Mooi shotgun. Dan hebben we er nog eentje volgens mij. Oh ja, dit is oké. Die deur is boven. Yep. Wat dit is. Dit is een outpost met food. Heel veel food. En dat is super chill. Want dan worden mensen natuurlijk heel erg blij van. Kan ik nou... Oh nee, ik kan hier niet terug. Voor mij is dat een heavy meneer, dus vandaar dat ik er even op blijf sprayen. Ja, dat is sowieso een meneer. Als we die jou even killen, heb ik geen last van. En meneer Heavy is ook neer. Perfect. Nou moeten we nog naar 1 ding toe, dat zit hier beneden. En dat zijn deze dingen. Dan is buiten neer, toch? Nu wel. Oké, okay, nou zijn we klaar als het goed is. En dan is dit ding van ons. Als ik... Mag ik vierkantje drukken hierop? Wat doe ik? Oh, nevermind. Er komen nog grenades naartoe gevlogen, blijkbaar. What the fuck, jongen? Waar komen we vandaan? Jij met je granaat. Fuck off. Nou wel of nog niet? Waar mag het in? Is het voor lelijkheid? Zijn hier... Oh, wacht. Ah, wel. Voor mij hoef ik daar niks mee te doen. Maar we gooien er wel een hacker toe tegenaan. Helpt dit? Nee. Dit is vaag. Normaal zou je gewoon naar dit ding toe moeten kunnen lopen. En hem activeren. Want dan heb je de supplies. Waarom het nu werkt? Niet werkt bedoel ik? Weet ik niet. Ik kan boven kijken, maar het is niet boven waar we moeten zijn. Misschien moest er de alarm gestopt zijn. Dat kan ook. Oh wel, nee, hier is nog een ding. Ah, motherfuckers. Ze zaten helemaal... Oh my god. Ze zaten verborgen. Ja, het is raar, maar normaal zou je... Kijk, nou hebben we de melding ook. En nou kunnen we hier naartoe. Was mijn fout. Ik had nog wat fuel tanks gemist. Maar die dingen zaten zo verwerkt met die explosive dichtjes erbij. Dat je gewoon dat rode icoontje bijna niet zag. Maar het is gelukt. We hebben in ieder geval het ding erbij. En dan krijgen we meer punten en weet ik dan wat. Het is behoorlijk leuk om dit te doen. Naar mijn mening zelfs beter of leuker dan in Far Cry. Want in Far Cry zijn outposts altijd hetzelfde. Hier zijn het echt soms puzzels om binnen te komen. Ze zijn best groot. En soms moet je dus nou ja, die fuel tanks opblazen. Als het goed is kunnen we trouwens ook hier ergens langs, denk ik. Nee. Door het gebouw misschien? Ja, oké. Okay. Fijn. Maar ja, soms moet je dus echt gewoon puzzelen hoe je binnenkomt en that's it. De andere keer moet je een bepaalde target halen, dus alle enemies killen of wat dan ook. Ik vind het echt heel erg leuk gedaan. Er is echt over te spreken.
Maar nu gaan we dus verder met de story missie, dus moeten we naar beneden. Come on. Oké. Hallo. Aangenaam. Hey Brady, ID's are good to go. Crawford's arranged to ship our weapons into the yard. Says he's got a guy on the inside who'll stash him for us. Is he reliable? Talking about Crawford or his guy? Both. I guess we'll find out. Well, everything's set, Brady. When you're ready to move out, let me know. All right, ready to move out. Tomorrow. Travel to shipyard. Ik ben er klaar voor, tenminste. We hebben hier, nou ja, bijna alles gedaan. Maar we kunnen altijd nog weer terug, dus. We got a train to catch. $1,600 erbij. Lekker veel cash. Waar gaan die Goliath halen? Ik heb er zin in. Another day, another no dollars. At least reading. For now. Don't forget, it's 0 days since the last workplace accident. Here's your ID. Blend in. Act like these poor assholes that gotta be here every day. Wat een opmerking ook. Fuck yeah. Ash and Limey Steve zijn dood. Sleep. You'll get plenty of that here. Just watch yourself. The guards will drop you like that. A lot of guards on the yard. Keep an eye on us. But it's a big place. I wouldn't try slacking off though, if that's what you had in mind. Everyone gets a quota. Okay. Hope Crawford knew what he was doing when he made these IDs. I'll go up first. If the alarm sounds, don't wait. Just start running. Okay, hij oppert zich dus zelf op. That was a good plan he came up with. Hij oppert zich, wow, hij offert zichzelf op. Ik zal echt aan denken, klopt dat nou wat ik zei? Hij oppert zichzelf op? Nee, hij offert zichzelf op. Once they realize what mooie sponsor heb jij, meneer. We should have the Lions firepower. Jij ook trouwens, hoor. Niet dat jij... buitengesloten voelt. Jullie hebben beide een hele mooie spons. Fijn dat jij de blauwe kant gebruikt en hij de gele kant. Dat is tof nagedacht. Toch wel een soort van detail. Ik ben trouwens benieuwd... Oh, we hebben geen telefoon bij ons. Kut. Ik was benieuwd hoe de map eruit zag. Hallo. Ash, let's see here. Okay, yes, you're at station 2. That's hauling, so hope you're feeling fit. Go on. Kalm, jongen. Guten Tag, mijn vriend. Present your ID. Führe es ein! English. Okay, says nein, Duits! Ook al. Go on. Jongen, wat is jouw probleemetje? Go on. Je vertelt me toch godverdomme nog wat, jongen, lamme draak. I'm still okay, okay, we zitten allebei bij Hauling, dat is goed. Oeh, dit is inderdaad een grote plek, hé. Jesus Christ. Hey, Goliath. Philadelphia Navy Yard. Damn, zeg maar. Oké, heb ik nou wel een map? Nee, ik heb nog geen map. Ik heb een plan om de yard te clear. I don't want any civilian casualties. We can help you. Good luck. Hoi. Dat ging perfect. We hebben nog steeds een telefoon. Wat vloog daarover? De tussendoor? Holy crap. Het waren geen straaljagers trouwens voor de duidelijkheid met drones, maar dat was alsnog wel cool. Wij gaan naar Crawford zijn contact toe. Ik ben benieuwd. Dit is wel heel erg ziek. Ik vind het er echt mooi uitzien, joh. Zo'n shipyard. Geef wel wat. You're the guy, Brady, right? Ja. Listen, klopt, ja. I got your gear in just like Crawford ordered me to. I stashed it in worker area A. But there's a problem. The Norks have locked down part of that area. By the time I realized what had happened, it was too late. You'll have to find a way to get access yourself. Geen probleem. Wij kunnen vast wel heel goed klimmen. En op die manier is er vast wel een weg naar binnen. Hadden we een fout doen, mevrouw. Eens even kijken. Oh, is dat alles? Kut, dan moeten we resources hebben. Ah, hij heeft scavenge resources inderdaad, om zo'n device te craften. En die resources moeten dus wel hier liggen ergens. Oké, okay, hier hebben wij iets. En naar binnen. We hebben een zaklicht. Ik heb die niet heel veel gebruikt.
Maar we hebben er wel een. Even naar boven. Blijkbaar is het hier te vinden. Ook niet in de... Oh jawel, in de dumpster trouwens. Batteries, dat is goed. Nou, nog een ander item. Ik weet niet wat. Even kijken, wat moeten we meer? Chemicals moeten we vinden. Okay. Serieus, voor de hacker tool chemicals? Okay. Dan is de vraag, waar vinden wij de chem... Oh, hier. Nee, het is ook batterijen. Oké, okay, we gaan er in ieder geval overheen. Even terug. Sorry. Dan moeten we nou alleen nog even de chemicaliën vinden. Wat de fuck gebeurt er allemaal, joh? Ah, oké. Okay. Zeg, waarom zit die luister uit de kreunen en te steunen, maar... Nou weet ik waarom. Die zijn met zwaar werk bezig. Oh, daar hebben we een container. Oh, dus dat is ons volgende doel. Het is wel fijn dat er markers in de map zijn die het een beetje aangeven. Dat is wel fijn. Oh, wel, nee, dan gaan datzelfde ding toe. Are you fucking serious? Moet ik dat toch hier vinden dan, die chemicaliën? Ik zie hier niks. Ook niet op de grond liggen, wat dan ook. Oh, wacht. Kunnen we daar naar boven? Is dat er dan misschien? Dat kan het hem zijn. Nee, dat past niet. Nope, dat is sowieso niet het antwoord. En verder hebben we hier dus ook niks. Ik dat blauwe ding niet? Nee. Oké. Twee wegen naar hetzelfde ding toe. Dat was dat. Dat gooit niet zoveel op. Dat is ook geen ding. Eens even kijken. Ik wil ten eerste weer even terug naar waar we waren. We hebben een fucking drone. Reddingsboy. Dat rode gebied, daar mogen we vast niet naartoe. Dus daar blijven we ook nog even lekker buiten. Waar zijn die andere traps zijn we naar boven gelopen? Ik kan zeggen. Ik zit heel even te kijken waar de fokkers zijn natuurlijk. Ik moet de map een beetje kennen. En ondertussen ben ik goed aan het opletten dat ik de chemicaliën eventueel zie. Maar... Dat is nog niet altijd even makkelijk. Maar dan gaan we hier eens even kijken. Kijk, dat is het volgende ding. Dat is een nieuwe info marker, zeg maar. Overspringen. Ja, kijk, daar hebben we de chemicaliën sowieso. Yes! Nice, nice. Perfect. Oké. Okay. Craften, of builden, hoe je het wil bouwen. We kunnen, of hoe je het wil bouwen. Hoe je het wil noemen. Jezus Christus. Ik kom echt niet uit mijn woorden volgens mij vandaag. Ik weet niet waar ik last van heb. Fangy! Hey, the gate is op. Mooi. Hier hebben we gelijk alles. Oh, wat gebeurt er? Radio warning, there's no radiation leak. Oh, okay. I just stripped the alarm. Now I found where the Norks are keeping our Goliath, and I'm sending a location to you now. Make your way over there. I'll meet you as soon as I can. Heb ik mijn telefoon? Ja, ik heb weer telefoon. Oké, eens even kijken hoe goed die map is. Allright, we zijn dus nu links onderin. De map eigenlijk valt nog wel mee. Het is niet klein, maar valt me op zich nog goed mee. Dan gaan we nou naar het rode gebied toe. En daar... alhoewel, nee, we gaan niet naar het rode gebied toe. Ik ben totaal de andere kant op. Af en toe vergis ik me echt compleet met die map, joh. Oh god. Oké. Okay. Ik neem aan dat die lui allemaal naar boven gaan. Yep. Yep, yep. Nou, die drone nog. Oké. Oké, weg hier, weg hier, weg hier. Tussendoor. Oh.
Wat gaat die drone doen? Die drone is in het hek aan het vliegen volgens mij. Snel naar boven, snel naar boven. Oké. Okay. Ik weet niet of we willen gaan zwemmen. Ik heb zo'n klein vermoeden van niet. We gaan lekker naar beneden. Dit is echt even sneaky sneaky. Ik heb wel mijn crossbow trouwens, dus ik kan like killen als het moet. Maar hier is het eigenlijk wel weer rustig. You're doing great, Brady. The Norks haven't figured out what's going on yet. Mooi. Perfect, dan gaan we hier overheen lopen. Ik denk dat het veiliger is. Qua weg ernaartoe, zeg maar. Yep, sowieso. Ah, oké, hij is er. Perfect. Dit gaat nog wel lekker. Ik vind het wel een leuke missie. There's a Goliath just waiting for us to take it. Oké. Oh ja. Daar is meneer Goliath. Insert the modified brain into the Ziggoliath. Brady, you made it. Now go and plug that brain into the Goliath, so Heather can control it. Oké. Okay. Ben benieuwd of dit werkt. Brady, take cover. Oh. Defend the Goliath while the software upload completes. Oké, dan gaan we even naar de LMG. Got you, you sneaky son of a bitch. Damn snipers. Let's hope Heather can work. Oké, speed up, Goliath. Out. Okay, perfect. The gates are open. I'm not sure the Goliath is booting up. Now, you need to stay close so I can send commands to the brain from your phone. Don't okay. Get too far away or I'll lose the link. Helemaal prima. Ik ga heel even mijn crossbow. Oh, customizen. Convert crossbow naar de flamethrower. Waarom niet? Fucking flamethrower. Ik weet dat we al in gevecht zijn. Oh, nee. Maar hey, we hebben een fucking vlammenwerper. Wie wil dat nu niet? Kijk, dat werkt best effectief ook. Staff. Wel, ze gaan er niet helemaal dood door voor mij. Je moet echt doorbranden. Oh god, auw. Oké, misschien moet ik niet met een vlammenwerper rond gaan lopen bij allerlei rode perils. Kleine tip. Hoi. Eens even kijken. We gaan... Nee, ik wil niet de hack tool hebben. Ik wil de explosive tool. We gaan meneer Teddybeer gebruiken deze keer. Waarom niet? Flikkeren we Teddybeer hier neer op de grond. Hier eentje. Hierheen ergens in de buurt. En hier ergens in de buurt. En dan, oh god, we gaan ondertussen even de LMG gebruiken. Even gauw healen. We willen niet doodgaan natuurlijk. Ik ben wel een beetje uit de buurt van barrels en andere explosieven. Lijkt me erg verstandig. Oh, er zit een glider bovenop. Oké, die luistert neer. Ah, die teddybeer. Wow, die teddybeer doet zijn werk wel, moet ik zeggen. We gaan nog even een molotov switch ook. Uh-oh. Heavy's zijn niet zo fijn. En ja, ik ben weer met vuur aan het spelen, I know. Even healen. Oh. Ja, dat is goed. Wil die man even doorgaan? Oké, die is dood. Naar boven. Er zit een heavy meneer naast mij. En ik ben aan het reloaden. Oké, perfect. Waar is die man? Oké, die heavy man is ook neer. Oh, kleine tankjes. Schiet op, jongen. Dat ding maakt alleen maar meer kabaal. Oh. Nice. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Auw. Ja, bij mij gaat het ook niet als best. Ik heb nog maar 2 medkits.
Dat is niet best. Dan hebben we net een Goliath. Oh god. We maken die kutlui. RPG's. Wat 55? 55%? Wat heb je allemaal gedaan in die tijd? Zit je met een oude inbelverbinding of zo? Mens en Christus. Mens en Christus. Dit is voor mij echt gewoon een rare opmerking dag of zo. Ik haal echt van alles door elkaar, dat is niet gezond. Niks glitching! Inderdaad. Fuck jou met die glitching. Yeah, einde. Fucking leuk. Dat ging snel. Alright. Escort the Goliath out of the shipyard. Oh ja, ammo. En health. Oh, halleluja. Oh my god, hoe moet ik daarbij in de buurt blijven? Ik loop er gewoon mee om de zijkant. Schiet op iedereen zal het hem toch niet worden. Ja, maar waar is de RPG, meneer? Zo. Ja, en ik weet niet wat het nou zijn met RPG's. Daar blijkbaar. Fuck jou, klein kut, denk je. Auw. Daar is de man met de... Auw, godverdomme. Daar is de man met de RPG's ook, zeg. Please, er was sowieso een checkpoint, volgens mij. Maar ja, die RPG wordt dus blijkbaar aangegeven op de map met een crosshair symbooltje, zeg maar. Een soort sniper symbooltje. Weten we dat ook weer. Oh ja, ik moet nog steeds ammo pakken. En HP. Oké. Okay. Erachteraan. En we gaan iedereen met de crosshair gaan we killen. Voor de rest, alle andere volk, dat boeit me niet zo. Zo, dankjewel Goliath. Vind je ook lief. Oké, RPG man, die kwam hier. Dan is er nog een RPG-man daar ergens. Civilian casualty. Civilian casualty. De Goliath die bukt mij gewoon naar voren. Ik zat voor de Goliath en hij rijdt mij gewoon naar voren. Ik kun je niet even wachten. Die Goliath is echt gewoon kapot voordat hij ooit op een stemming komt. Of niet, die auto ging in ieder geval zijn kapot. Waar, oh daar. Oké, meneer RPG is neer. Ik moet even reloaden. Die Goliath die schiet wel lekker, moet ik zeggen. Geen idee wat daar gebeurde, maar het zal wel. Ik ga wel even healen. Voor het geval dat, want straks raken we op één, zou dat niet dood, dan zou ik niet aan. Is die man dan nog niet een keer dood, maar. Serieus, ik moet op de Goliath klimmen. Prima! Helemaal prima. Heist of the Century. Ah, op zich wel, ja. Dit hadden ze in GTA moeten doen, in GTA 5. Dat zou echt zo ziek zijn. Shit. Dat je dit jap. Dat zou echt geweldig zijn. Oh. Holy fuck. Gaat er hard aan toe, hé. Dat was wel een leuke missie. Dat was echt wel een leuke missie. Way to go, Brady. You guys totally stormed it. Dank u. We got a fucking... Oké, gewoon bedankt en zo. Goed bezig. Brady, we got a fucking Goliath ertussendoor. Geweldig. Maar ja, we gaan verder in de volgende part. Dan gaan we dus met Parrish praten daar. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Ik vond het echt een vette missie. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het even weten in de comments. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En hoop ik jullie te zien bij de volgende video. Laters.